Schrijver Kees Budding was een belangrijk persoon voor Dordrecht. Wethouder Piet Sleking onthulde samen met biograaf Wim Huizer en Hans Beddevoets, voorzitter van het Buddinggenootschap, het ANWB-informatiebordje. Deze is te vinden op het brugwachtershuisje van de Dordtse Leuvenbrug. Een belangrijke plek op het eiland. Dit is echt, hoort bij het oude Dordt. We horen hier de klanken van de toren van de Grote Kerk. We hebben hier de Prinsenstraat, eigenlijk een heel belangrijke toegangsweg tot het centrum. En hier hebben wij een brugwachtershuisje van Budding. Eigenlijk is het een geweldige plek, want in de Prinsenstraat groeiden Otto Dieke en Aart Alblas op. Twee van de zonen van de vier. En we horen bij de toren de klanken van componist Cos Monster. Dus Budding in het midden, het is een prachtige plek om de historie zo tot leven te brengen. Het ANWB-bord is een vervanging. Op het oude bordje stond dat Budding hier zijn beroemdste werk schreef, maar dat bleek niet zo te zijn. De schrijver heeft in dit huisje belangrijke Shakespeare-vertalingen gemaakt. Nou, ik begreep van de mensen die hierbij betrokken zijn geweest dat het nogal wat voet in aarde heeft gehad om het oorspronkelijke bordje dat er hing te vervangen door dit bordje met wat meer tekst. Ja, dit soort operaties kunnen soms moeizaam verlopen, omdat er zo heel veel mensen en organisaties bij betrokken moeten worden. Maar het is gelukt en het resultaat telt. En ook nog op een hele mooie dag, hè, begrijp ik, de geboortedag van de vrouw van Kees Budding, Stientje. Waar hij heel veel over geschreven heeft en al zijn gedichtjes en verhaaltjes. Dus mooi kan het eigenlijk niet.